Ik ben Judith Osborne. De komende maanden ben ik uw parlementaire verslaggever. Ga ik taartjes eten met onze politici. En vandaag ga ik op bezoek bij Jacques Monnage. Goedemiddag. Dag, meneer Monnage. Hallo. Ik heb een taartje meegenomen. Wat lekker. Nee. Wilt u ook koffie of thee, of niet? Een glaasje water. Water. Het duurt even 2-3 minuten. Meneer Monnage, hoe lang heeft u nou bij de PvdA gezeten? Hoeveel jaar? Heel lang. Vanaf uw 16e? Vanaf mijn 16e, ja. Tot? Nou, tot een paar weken geleden. Dus 38 jaar, zeg ik dat goed? Zoiets, ja, dat is meteen mijn leeftijdsverraden. En dan op een paar maanden geleden of een paar weken geleden besloot u, ik ga het zelf doen. Nou, het punt was, ik had al heel veel problemen met de koers en het beleid van de partij. Dat had ik ook al aangegeven. Maar wat er tegelijkertijd speelde, is dat wij als fractie van de Partij van de Arbeid hadden gezegd van de uitslag van het referendum over dat verdrag met Oekraïne, dat respecteren we. En toen zei de fractie opeens, we doen het toch maar niet. Daarom ben ik gebroken. Dat was voor mij het principiële punt. Dat had ik al lang voor mezelf bepaald. Als ze daar echt gaan draaien, de afspraak is afspraak. En dat die afspraak eigenlijk bij het houtvuil neerzetten, dan stop ik ermee bij de Partij van de Arbeid. Ja. Hallo. Hi. Hey. Judith. Hi. Ramon. Hi. Jullie komen filmen? Ja. Wij filmen de filmers. Oké, en waar filmen jullie voor? Voor de vlogs van Jacques. En jullie volgen de heer Monnage gewoon overal naartoe? Ja, de hele dag? Ja, altijd mee. We gaan straks naar Amersfoort, waar een grote bijeenkomst is van Nieuwe Wegen. Ja. Dus dan rijdt Ramon en kan ik lekker achterin even werken. Ben ik even rust. Dat heeft hij weer goed geregeld, ja, eigenlijk. Totale all-inclusive package. Ja. Zat, of nog steeds, ik weet het eigenlijk niet, in de Russische kunst. Ja. En dit is hier een voorbeeld van. Dit is een schilderij van u. Ja, dit is een schilderij van mij. Hoe bent u zo bij die Russische kunst terechtgekomen? Ik heb vroeger in Kiev en in Moskou gewoond. En daar ben ik gaan verzamelen. En die verzameling is helemaal uit de hand gelopen. Ja. Tot mijn vrouw op een gegeven moment zei in de slaapkamer van, is dit onze echtelijke slaapkamer of is dit de opslagplaats voor jouw schilderijen? En toen zei ik, oké, morgen begin ik een galerie. Okay, toen ben ik een galerie begonnen. Ja. In Moskou. Ja. En dat ging ontzettend goed. Alles was in één weekend weg. Wat wij echt deden is, wij kochten gewoon op de markt, bestelden we goedkope houten lijstjes. Dit was blank hout. En dat zaten we s'avonds op de keukenvloer, waar kinderen naar bed gebracht, lagen wat te verf. Als je erover praat, dan praat je echt met heel veel passie. Ja. Bijna meer dan politiek. Ja, ik politiek. Betrapte mezelf ook al op. Waarom heeft u die keuze gemaakt? Wat is er misgegaan, zeggen? Omdat ik echt met passie de politiek in ben gegaan. En ook nog steeds met heel veel passie in de politiek werk. Ja. Omdat ik als ik met Marco blijf praten, dan krijg ik zoiets van, deze mensen moeten de ruimte krijgen, moeten gestimuleerd worden om te kunnen ondernemen. Als ik praat met verpleegkundigen, dan heb ik echt zoiets van, wauw, deze mensen staan elke ochtend op om onze ouderen te verzorgen. En daar wil ik mijn stinkende best voor doen. Ja. Daar zit diezelfde passie in. Nou, niet zelf toch. Ja, dat weet ik ook niet. Dat vind ik echt heel bijzonder, dit. Ja, ik zie is het kunst? Damien Hirst of zo? Wat nog veel erger is, dat een schilderij achter je schuin hangt. Dat mag waarom moeten wij gaan stemmen op Nieuwe Wegen? We stemmen op Nieuwe Wegen omdat voor ons echt de menselijke maat weer centraal gaat staan. Dus wij willen echt van kleinere scholen hebben, dat verpleegkundigen voor het zeggen gaan krijgen, dat er veel meer geluisterd wordt naar ondernemers die uiteindelijk mensen moeten aannemen. Nou, hoeveel zetels gaat u binnenhalen? Maart. Wij gaan voor 20 zetels. Tuurlijk. Wij gaan voor 20 zetels. Ja. Wij willen een doorbraak in de Nederlandse politiek realiseren. En als je hier een politieke partij wil gaan beginnen voor 1 of 2 zetels, moet je het niet doen. 20 zetels. Als het nou minder worden? Dan vraag het me dan nog eens een keer. maar je weet dus net zoals van een ondernemer in de politiek, die stelt zijn doelen en daar moet je ook voor gaan. Als je er 10 haalt, vind ik dat heel knap. Echt waar. Is dat nou de pessimist in mij of is het de optimist? Nou, allebei. Ja? We zijn op weg naar de 20, maar ik wil voor die 20 gaan. Oké. Ik wens u heel veel succes en dank u wel. Graag gedaan.